eerste aan het staan. Ja, ik had al langer het idee en de intentie om een keer iets te gaan doen op de Loswal. Sowieso om überhaupt iets te gaan doen in feesten, evenementen, branche. Toen heb ik in 2019 een feestje gehad in Trefpunt. En eigenlijk was het de bedoeling om vanuit daar zeg maar meer te gaan doen. Maar daar kwam iets tussen, corona. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Ik vind het leuk om het wel voor de mensen te doen waar je ook iets mee hebt, zeg maar. Het organiseren op zich. Ik heb niet echt ambities om, weet ik veel, een festival buiten de buurt ergens voor 10.000 mensen. Ik heb liever meerdere keren per jaar iets. Hier in de buurt en dan voor een man of 1000. En dat wel gewoon lokaal en leuk blijft, zeg maar. Dan vaker iets kleins, liever dan één keer iets groots, zeg maar. Je hebt al je nek uitgestoken, hè? Ja, en best wel ver. Je ziet ook dat hij best wel rood is geworden ervan. De zon heeft erop gestaan, maar het is het waard geweest, dus. Ben je tevreden? Ja, dik. Nou, ik heb het gisteren met Tim van Kuppenveld over een Oktoberfest gehad. Dus dan hebben we nog 2 maanden. Dus misschien als we morgen nog steeds zo blij als vandaag zijn, dat we daar naar gaan kijken. En dan daarna volgend jaar weer op dat af laten komen. In een week, ja, daarom. Dus 2 maanden moet peanut zijn. Maar dan gaan we nog even kijken. En vanavond genieten. Vanavond genieten, zeker. Yes. Ben je blij, man? Hartstikke, zeker.